Breda Nu. Je weet het meteen. Hoe maak je scholieren bewust van energieverbruik? Door de verwarming uit te zetten. Dit gebeurde op het Mencia de Mendoza Lyceum deze vrijdag. Het is vandaag Sweaterday op Mencia. Dat houdt in dat op initiatief van een aantal leerlingen de kachel gisteren is uitgegaan. Dat voel je nog niet direct heel erg, want ja, de warmte blijft toch hangen in zo'n gebouw. We hebben collega's en leerlingen opgeroepen van doe een trui aan, want wellicht is het toch wat kouder. En we hebben warme chocomel met slagroom verkocht voor iedereen die dat wilde. Weet je wat voor dag het is vandaag? Sweaterday, dacht ik. Warme truiendag. Het is vandaag warme truiendag. Dat houdt in dat we vandaag de verwarming uitzetten en dat we dan warme trui aan moeten doen om warm te blijven. En dat is goed voor het milieu. En wat vind je ervan dat school een dag de verwarming heeft uitgezet? Ik vind het wel goed. Ook fijn, ja, het is wel grappig dat iedereen opeens trui aan heeft. En ik vind het wel een heel goed plan. Ja, goed. Je kan veel besparen van energie. Dus ja, daar hebben we trui aan getrokken. Is het iets wat jullie vaker doen? Dit is voor zover ik weet de tweede keer dat we het doen. Dus vorig jaar hebben we het ook gedaan en dit jaar is de tweede keer op initiatief van de leerlingen dat we het weer doen. En heel toevallig is het kennelijk ook warme truiendag landelijk. Dat hadden de leerlingen zelf eigenlijk helemaal niet door. Die hadden gewoon de vrijdag voor de vakantie gekozen in de winter. Dus vandaag. En het blijkt nu een landelijk initiatief te zijn. Dus dat sluit mooi aan. En heb je het koud? Nou, nee. Want volgens mij hebben ze de verwarming te laat uitgezet. Dus het was vorig jaar ook al zo warm. Eigenlijk niet. Ik heb het zelfs warm. Maar misschien kon dat door de chocomel. Nee. Volgens mij staat de verwarming gewoon aan. En waarom heeft u geen trui aan? Nou ja, voor mijn doen heb ik warme kleren aan, want ik heb het heel snel warm. Dus voor mij is het warm genoeg, dit vest. Heb je lang voor de spiegel gestaan om de juiste trui uit te kiezen? Nee, eigenlijk niet. Ik had deze hangen en ik vond hem zacht en ik dacht wel dat hij warm zou zijn. Dus ja.